Ook begeleiders en hulpverleners uit de verstandelijk gehandicapte zorg volgen bij de Rino Groep bij- en nascholing. Maar in hun werk leggen zij andere accenten dan hun collega's in de GGZ. Ik denk dat mensen met een verstandelijke beperking, net als ieder mens, heel veel behoefte heeft om fijn te leven en fijn te wonen en een mooi leven te hebben. En waar het op neerkomt voor mij in de ondersteuning is dat je mensen daarin erkent, dat je goed luistert en dat je het gesprek aangaat en dat je vanuit je vakinhoud een bijdrage levert aan het goede leven. In traditionele hulpverleningsmodellen sta je nog tegenover mensen of heb je het idee dat je weet wat het beste voor iemand is. En in de huidige tijd is het gewoon vooral belangrijk om naast iemand te staan en te begrijpen wat iemands behoeften zijn. En ook wel te begrijpen wat iemands belemmeringen zijn om zijn leven op een fijne manier te leven en hoe je daar invloed op uit kunt oefenen. En dat betekent ook een professionele kant daaraan, dat je begrijpt wat een beperking voor iemand kan betekenen. Dat je begrijpt hoe zijn ouders of omgeving daar op een of andere manier ondersteuning in bieden. Als er sprake is van een psychisch probleem of een stoornis, dat je begrijpt welke impact die heeft op het dagelijks leven van iemand en wat dat voor stoornis of psychisch probleem is. Wat vraagt dat van hulpverleners? Ik denk dat een aantal vaardigheden voor hulpverleners heel belangrijk zijn. En die hebben te maken met sensitiviteit, met empathie, met kunnen luisteren, met je kunnen verplaatsen in mensen, met kunnen begrijpen waar iemand staat. Dat doe je vanuit professionele kennis, maar ook van wie je bent als mens. En je moet zorgen dat je professionele kennis niet in de weg staat van het mens zijn. Hoe komt dat terug hier in het aanbod van de Rino Groep? Ik stond net even beneden op het bord te kijken van welke cursussen zijn er nou eigenlijk allemaal. Die draaien allemaal op dit moment. En die gaan natuurlijk heel erg over die vaardigheden, alleen dan doorontwikkeld. Hè, vanuit een bepaalde theorie of vanuit een bepaalde ervaring of evidence-based methode. En dat is heel belangrijk om te leren hoe je kunt luisteren en wat je dan kunt doen. Ja, daar heb je professionele werkwijze voor nodig. En daar draagt het Rino heel erg aan bij. Zorgverleners in de GGZ zouden hun voordeel kunnen doen met de bredere benadering van begeleiders in de verstandelijk gehandicapte zorg. En dan vooral als het gaat om de begeleiding van cliënten bij hun leven van alle dag. Ik denk dat er in de psychiatrie ook behoefte is aan die kennis. Want ook mensen met een psychiatrisch probleem, daar stopt het niet met diagnostiek en behandeling en dan de maatschappij in en je leven vormgeven. Ook daar is die ondersteuning van het dagelijks leven vormgeven heel erg van belang en gaat dat accent steeds meer verschuiven. Dus voor beide partijen is dat van belang en daar zie ik nog wel een noodzakelijke ontwikkeling. Om het scholingsaanbod voor hulpverleners uit de verstandelijk gehandicapte zorg nog beter af te stemmen op de vragen uit de praktijk, heeft de Rino Groep een aantal ervaren opleiders uitgenodigd om hierover mee te denken. Vond ik heel positief. Daarbij hebben wij benadrukt dat juist aandacht voor die mediërende rol van GGZ-psychologen, dus via begeleiders het beïnvloeden van de leefwereld van cliënten, dat dat belangrijk is in de opleiding en dat we dat nu onvoldoende terugzien. In de GGZ ligt het accent op individuele diagnostiek en behandeling en indicatiestelling en die mediërende rol is zo heel waardevol en zo heel anders, gecombineerd met beeldvorming van cliënten en beïnvloeding van hun leefwereld. Daar heeft het Rino een belangrijke rol in om daar initiatief in te nemen. En dat hebben ze gedaan. En ik merk aan de mensen in mijn omgeving dat ze zeggen, yes, eindelijk wordt er naar ons geluisterd. En kunnen we dat kwijt wat we eigenlijk al zo lang aan willen geven bij de opleiding. Dat vind ik heel positief.